kast. Hallo en welkom terug bij Quest for Gaming, Pokémon Colosseum. Dus de vorige aflevering is vrij lang voor vrij weinig te doen, denk ik. We hebben Croconaw. En een Quagsire. En een En ik denk budget. Dat nu voor de tweede keer Slugma proberen is. Ja, zeker. Let's do this. Deze keer meer geluk. Ja. Zo en hebben we hier geen Pokémon verliezen, denk ik dat we goed zitten. Ja. Ik denk dat een van de grootste gevaren in Pirate Town Mirror Beagle zijn. Nou, dat is ik heb nog geen zorgen. We zijn er nog. Ook een van de goede dingen aan Pokémon Colosseum en Pokémon Stadium is dat heel veel teams niet op type zijn gebaseerd. En dat heb je wel in de meeste gewone handhelds. Ik klet er niet echt zo op. Ik klet er redelijk vaak op. De laatste tijd is dat heel wat minder, maar bijvoorbeeld neemt nu de Leaf Green en Fyred bijvoorbeeld. Ik bedoel, de bikers hebben poison types, de of fighting types. Ik bedoel, maar ja, dat is normaal. Ja. Het is er wat meer thema, maar toch heel veel trainers houden zich aan een bepaald type. En daar ben ik eigenlijk niet zo voor. Ik ga bijna nog eens confusion doen op dingen. Van, het is geen slim idee geweest. Het is nog niet al over de helft zit. Geen confusion. Oké. Maar heeft zo'n schattige Pokémon in zijn team. Ja, nooit gesnapt. Oké. High five! Nee! Kills. Echt waar, gast? Wauw. Skills, jongen. Skills. Ik ben gewoon... Het is wel kom, speelt ga. Fuck dat. Want ik breng ongeluk. Wat we kunnen doen is... in deze levels een beetje levelen. In deze zone een beetje levelen. Mm-hmm. Want ik bedoel... Zolang dat we zijn toch nog bezig met die te vangen, we vechten daar nog wel eens tegen. Ik bedoel, zolang dat we niet aan Mount Little zitten, is levelen, denk vooral op deze plek en ik denk niet dat er veel plaatsen zijn voor de rest te hebben. Mm. Ja, zal alleen niet voor nu. Ik doe dat ik ook nu al aan u wil vragen. Shadow Pokémon's, gaan we proberen die nu al zo weer te krijgen of gewoon vooral die miljoen Espeon? Maar ga ook wel wat vanzelf. Ja, maar. Toch, ik heb zo het gevoel tegen de Ludicolos van Mirror B bijvoorbeeld. Maar moeten we dat nu meteen van al? Nee. Het duurt nog wel voordat we daar zitten dus. En zullen we daar wel gepasseerd zijn voorbij die schuin? Goh, ik denk... Nee. Mirror B is juist voordat je de... Voordat je in de richting die schuin kunt gaan. Ja. Dus Mirror B is de laatste van deze zone en dan kunnen we naar... Ken hem. Even voor de mensen thuis. Sorry voor het heen en weer lopen telkens, maar... Omdat deze een Nuzlocke is, hebben wij echt heel veel schrik van. En nogmaals, professioneel. Ja. Ik ben gewoon zo goed als Pokémon trainer dat ik allemaal gewoon. Ja. Ik kan er ook niet aan doen. Instinct. Lon, die hebben we al drie keer verslagen. Ik bedoel. Hebben we eigenlijk al één pokkenbal naar die Slugma gegooid? Nee, we hebben die telkens afgemaakt. Well, ik probeer die helft nog wat te verzwakken, want gewoon in de helft van zijn leven is het meestal niet al te slim. En voor dingen.
We zijn gaan niet wel snel dood, we kunnen er ook niet aan doen. Oké, we kunnen er wel aan doen, maar... Welk? Het is van nu wel... Ja. Gewoon proberen nu. En die heeft je confusion weer. Oké, geen bite meer op hem. Nee. We gaan nu gewoon proberen. Dit keer goed, oké. Deze keer doen we het. Ik denk dat het beste nu is die pokeballs niet te beginnen gooien. Mm-hmm. Man, die flamethrower animatie is wel goed. Ik bedoel, vrij veel licht. Oh, fuck! Vlammen, vrij veel licht. Dat. Professionele YouTubers, mensen. Professionele YouTubers. Nee, gewoon professioneel gamers. Ja. Kom on. Serieus? Dus, echt even, hè? What the? Dan is toch het gelijk, hè? Ik heb 2 Pokémon's, jij 2 Pokémon's. Maar ja, de Crona die had ik niet makkelijk kunnen vangen, de Quagsire die had ik ook gemakkelijk kunnen vangen, dus pak een 4-0 voor Sinnen. Wat is dat niet? Sinds wanneer is dit ineens een wedstrijd? Omdat ik dat kies. Oké. Maar... Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben vrij competitief. Maar nog steeds niet beter als me. Dat denk jij. Douche. Ik hoef niet te denken, ik weet. Ik heb het al vaak genoeg bewezen, Sam. Het is een beetje elk race-spelletje. Niet alleen race-spelletjes, hè. Het blijft gewoon in de race-spelletjes. Die hebben mij nog nooit verslagen met iets anders. Nog nooit. Ja. Ja. Waarschijnlijk had hij mij dan toevallig vrij snel verslagen. Zo heel toevallig die ene keer wanneer we Naruto Ultimate Ninja Storm 3 gaan doen. Toevallig. Toevallig. Die had mij daar zeker niet mee verslagen, maar moest het toch gebeuren, dan is het toeval. Ja, echt geen leuk. Wat een slechte vriend. Altijd maar zichzelf voorliegen. Oh. Wat? Oh, he could cry. Dat is echt zo vreemd. Zo'n buff dude is dat een ding dat dan aan de waard zeker gaat. Ja, waarom niet? Dat hem zo gebouwd heeft, denk ik dat hem een ja, ik weet niet eigenlijk. Dat heb ik geen groot hart, hé. Ja, zoiets. Zoiets zal het wel zijn. Oké, dus we zullen even kijken naar de Pokémon's, nee. Makuhita, Crocodile, Quagsire. Makuhita en Quagsire dan. Ik weet niet, wat de raad zeggen. Allee, nu nog wel bijhouden, man. Ja. Oké, wat gaan we nu doen? We kunnen een Skiploom, Misdreavus. En een Furret? Furret kunnen we nog niet. Nu nog niet? Okay. Furret nu nog niet. Ik denk dat het beste is... Even te switchen. En een Fluffy dan ook zeker? En dan zullen we Misdreavus een keer proberen. Oh. Ik denk dat het een deze was, niet? Dat kan of het was hier dan. Gewoon doen. Kiahaha! You're looking to battle with me. No. Ja, yeah, you're a smart one. All you do is lose anyway, dude. Rider vent. Zo'n pose van... natuurlijk heeft die gast dat plezier te doen. Nee, ze toevallig niet een roze pakkenbaard. In de val toch wel een pakkenbaard. Ja. Hij heeft wel de kruis misschien. Echt zo het eerste hoor dat ik naar kijk, kruisbeschermen of niet. Oké. Okay. Ze proberen een bite in één keer te doen en hopen dat het niet te veel afdoet? Wat
gaat het misgaan? We kennen het allemaal misgaan. Confused race. Ah, dit wordt goed. Dit wordt fantastisch. Beter als fantastisch. Oh, oké. Okay. Hoe? Huh? Soms doet dat zo, Timo. Heb ik ook gehad, ja. Tikkel. Oh nee, nee! Oh nee, nee, nee! Roze streepjes! Van neon! Dat maakt het lang. Ik had nog een keer helemaal proberen. Niet raar. Shadowball. Holy fucking shit! Zijn Shadowball is gewoon fucking sterk, of niet? Ja. Oh, ja. Yeah. Oké. Okay. Dus ik zou de Krokonaut een beetje switchen. Ja, best. No. Nee, niet nog eens. Nee. Neon! Ik ben Neon. Ik ga het proberen. Quagsire. Je hebt toch niet toevallig zo'n grasklapper of zo? Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet, nee. Beest, ja. Heel deze episode al op de nuk. Ja. Ik heb wel een keer die slug met moeten doen. Ah man. Sommige in deze gewicht is Umbreon is onze tank in. Die vangt niks op. Moeten we die gewoon switchen van de andere kant? Ja. Ja. Maar dat gaat echt uithalen. Ik weet niet, soms is dat echt wel zo dat ze gewoon naar een bepaalde kant echt gewoon gaan vallen in het begin. Ja. Komt geweldige AI. Oh nee. Maar... Waarom? By the way, ik heb een hekel aan confusion. Nog eens. Woe! Ik vind dat ook wel geweldig dat die zigzagoon zijn staartjes hebben wiegeld zo. Ja. Ah shit. Gaan we het volgen nog eens een keer? Ja, gewoon. Wacht, doe gewoon een pokeball met Quagsire. En valt die zigzagoon aan, want anders blijft hij ons maar kittelen. Ja. We blijven doorgaan. Ja, dat is inderdaad. Ik wil deze gevecht toch nog wel afmaken voordat we eindigen. Ja. We zijn ook al wel even bezig. Ik wil 2 gevechten per episode. Niet zo. 3. En dan 2 keer terug doen en zo. Ah, en dan doe ik in mijn Umbreon en dan is hij ineens plotseling gevangen. Umbreon. Fuck ja. Echt nog een krit ook wel. Nu zit ik even te denken. Zouden we nu overswitchen naar Makuta? Waarom? We gaan waarschijnlijk nog wel een paar normal types en een fighting type move ertussen. Ik kan wel. Nee. En niet zin. Ik wil wel net over dat eerste dienstje zitten. Maar dat betekent niet per se dat je. Oké. Het is al goed. Zeg maar. Ja. Bij sommige Pokémon hebben dat zo pas bij het laatste dingen dat hij echt een goede aanval krijgt. Ik heb Cute. Gaat die nou ook al beginnen? Yes. En altijd op Quagsire. Ik vond die aanval animatie nog wel goed. Kittel. Oh, Umbreon is hardloos, jongen. Ja, echt waar. Yeah. Echt zo, woehoe, pak.
sommige dit animaties in dit spel zijn ook fantastisch. Mm-hmm. Ja. Ik bedoel, dit is zoveel dit animaties van deze gebeurt, pak. Ah, en hiermee eindigen we het. Ja, dat zo. Dus één ding, ja. Ja. Oké. En zoals altijd, laat de duif niet op je kop vallen. En de spreuk van deze week is, wie niet wacht, wie niet wint. Ha! Oké. Nog commentaar? Nee, niet. Wie niet wacht, wie niet wint. Bye!